Voorzitter, de VVD vindt ondernemerschap belangrijk, vestigingsklimaat belangrijk, MKB is belangrijk. In het akkoord staat een aantal maatregelen wat niet zo prettig is voor een aantal ondernemers. De salderingsregeling wordt in één keer heel snel afgebouwd en het aantal installateurs wat het nu heel erg moeilijk heeft, omdat die markt volledig is ingeklapt, is natuurlijk heel groot. Het schrappen van de hybride warmtepomp. Zijn 5 fabrikanten die hele grote fabrieken op dit moment bouwen en daardoor natuurlijk zien dat dit onder druk komt te staan. Dus de ondernemers die met clean tech, met duurzame energie, met groene technologie bezig zijn, die gaan dit niet leuk vinden. Is de VVD bereid om naar manieren te zoeken? Want ik snap dat u zich committeert aan de afspraken uit het hoofdlijnakkoord. Bent u bereid om samen met CDA naar manieren te zoeken om die markt, zeker voor de hybride warmtepompen, op een of andere manier wel op gang te houden? Kijk, voorzitter, dat we in het akkoord zeggen dat de verplichting eraf gaat, dat is waar. En ik heb ook die geluiden ontvangen die de heer Bontebal heeft ontvangen. Het zijn belangrijke technologieën waar ook op werd geïnvesteerd. Het staat mensen natuurlijk wel vrij om een warmtepomp aan te schaffen. En ik denk dat het gewoon heel erg goed is om gezamenlijk te kijken. Dus als ik de vraag ietsje anders, iets breder mag oppakken van de heer Bontebal, dat we samen kijken hoe kunnen we ervoor blijven zorgen dat dit soort belangrijke technologieën ook ontwikkeld kunnen blijven worden. En ik ben ervan overtuigd dat onze minister Hermans daar ook een duidelijke agenda in heeft, die ook graag wil dat dat doorgroeit. En binnen de afspraken die we op het hoofdlijnakkoord hebben gemaakt, in het hoofdlijnakkoord, daar hou ik me natuurlijk absoluut aan vast. Maar verder zou ik heel graag met de heer Bontebal willen kijken, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we die ontwikkeling, die innovaties, de groei kunnen behouden. Zeker. Het punt is natuurlijk dat Nederland eigenlijk wel voorop loopt in dit soort technologie, daar ook echt mee kan winnen. En het is een technologie die juist voor heel veel mensen makkelijker is. Dus we hebben het niet over de volledige warmtepomp, maar over de hybride. Dus mensen hoeven niet helemaal van het gas af. Het is niet een warmtenet. Dat vinden sommige mensen ook ingewikkeld. Het is juist de meest behapbare vorm van verduurzaming, die ook het meest kostenefficiënt is. Dus dan verwacht je dat de VVD daarachter gaat staan. Kunnen we niet afspreken dat, ik snap dat u die hybride, die verplichting, die gaat eraf, maar dat we tenminste voor een deel van de woningbouw dat nog wel steeds nog wel degelijk intact laten, bijvoorbeeld als het gaat over de sociale huur. Dus dan maken we niet één op één, dan verplichten we het niet aan mensen die iets nieuws kopen, maar professionele partijen, namelijk woningcorporaties, die leggen wel die verplichting op, maar dan door middel van bijvoorbeeld prestatieafspraken die met deze woningcorporaties worden gemaakt. Of de deals die in het hele verduurzamingspakket zitten. Is dat een weg die u wil verkennen? Dan hebben we het al over 30% van de woningen. En dat geeft dus die warmtepompfabrikanten ook al een flinke markt. Kijk, voorzitter, wat de heer Bontebal volgens mij zegt, en waar ik in ieder geval heel erg in geloof, ook als oud-woordvoerder klimaat en staatssecretaris klimaat, is dat we juist investeren. Het liefst vanuit de overheid, vanuit de woningbouwcoöperaties, op goede isolatie, op slimme technologieën, om ervoor te zorgen ook dat mensen minder geld kwijt zijn aan hun energierekening. Dat is win-win. Dan doe je één iets goeds in het kader van klimaat, maar je doet ook iets goeds voor de rekening van mensen en je ontzorgt hen ook. Ik zou heel graag, en als het gaat over de woningen, dan breid ik mijn tekst uit, dan gaat het over de ministers, beide ministers ook de ruimte willen geven om te kijken wat staat hier nou en in wat voor overleg komen we waarop uit. Want dat je de doelen met elkaar wil halen, maar misschien nog wel belangrijker ook wil zorgen dat mensen ontzorgd worden en dat ze een lagere energierekening hebben. En als dat allemaal op één lijn kan, waarom niet? Ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi. We zijn allemaal gecommitteerd aan het hoofdlijnenakkoord. Maar die is op hoofdlijnen, dus alles wat daar niet in staat, biedt ook ruimte om met elkaar te kijken waar kan je slimmigheden in vinden. Dus de heer Bontebal is meer dan welkom bij de VVD. Maar ik neem aan dat ik namens de twee ministers die daar nu op kijken, minister Keijzer en minister Hermans, ook kan zeggen, ga er vooral ook langs. Maar het punt is natuurlijk, en dat weet mevrouw Jezielkes ook, dat uit al die analyses wel blijkt dat dit een kostenefficiënte route is. En daarom is die door het vorige kabinet natuurlijk ook gekozen. Want we wisten dat die andere routes ingewikkelder, moeilijker waren. Dat een groot deel van je huis aangepast moest worden. Dus daarom is juist voor deze route gekozen. En als we dit niet via normering doen, maar wel de doelen willen blijven halen, ook in de gebouwde omgeving, dan weet iedereen in deze zaal die met energie bezig is geweest, die weet dat u duurdere maatregelen gaat nemen. Want normeren zorgt ook voor schaalgrootte. Dus als u deze maatregel niet neemt, dan komen er duurdere maatregelen voor in de plaats. Of u gaat het klimaatfonds gebruiken om meer subsidie te geven aan die hybride warmtepomp. Is dat dan de route waarin de VVD denkt? Want als je zegt de doelen te gaan halen, moet je ook zeggen hoe je ze gaat halen. Dus dan zou ik willen weten, wordt de subsidie op hybride warmtepompen met €2000 verhoogd?
Voorzitter, de hoe-vraag, dat is de zware puzzel die deze zomer al begint voor het kabinet. En ik denk dat die een tijdje nog doorgaat. En het kostenefficiënt, dat was wel altijd mijn nooit eindigende discussie als woordvoerder. En ook als STAS klimaat met partijen, met ambtenaren, met de Kamer. Voor wie is het kostenefficiënt? He, voor de overheid is één ding. Het gaat hier ook echt over, en dan verbreden we dit gesprek natuurlijk nu. Het gaat ook over de mensen thuis. Die hebben niet allemaal 1000 euro's op de plank liggen voor bepaalde maatregelen die ervoor zullen zorgen dat ze en aan de klimaatmaatregelen voldoen, maar belangrijker nog hun eigen huis beter isoleren, de rekening omlaag brengen. En dan moet je dus ook altijd naar kijken. Dat kostenefficiënt is een belangrijk punt. Maar wil je echt op een manier inrichten dat mensen thuis het allemaal mee kunnen maken, dan moet je ook kijken voor wie is dat dan kostenefficiënt. Ja. Maar dit wordt uitgewerkt, dus dit is in die zin een makkelijkere vraag, want dat is de opdracht voor dit kabinet. Succes, mevrouw Hermans. De heer Eertmans. Voorzitter, een andere never-ending story is denk ik de BTW. Juist een nooit eindigende verhaal. De never-ending story van de BTW natuurlijk, die alsmaar verhoogt.